Oké, misschien had mijn vader toch gelijk toen hij zei dat ik geen magie mocht gebruiken om mijn kamer op te ruimen. Oké, mijn vader had volledig gelijk. Eén ding weten we zeker. Het hele paleis zal één grote bende worden als we er niet voor zorgen dat die sponsen heel gauw verdwijnen. Zou er een manier zijn waarop we ze de voordag uit kunnen krijgen? Hoe dan? Ze willen alleen maar schoonmaken. Ik bedoel, niet dat ze het goed doen, maar ze proberen het. Wel, probeert ze mij maar schoon te maken. Ik zit onder de kelpsoep. Boetje, klapperende kwallen, dat is het! Je bent geniaal! Dank je! Wacht, waarom ben ik geniaal? We zorgen dat de sponsen jou achterna gaan en je proberen schoon te maken. Oh! Huh? Hey, sponsen! Er is hier nog een grote stapel speelgoed die jullie niet hebben opgeruimd. Ik ben een grote, vieze berg met speelgoed. Wie, oh wie, ruimt mij nu op? Mooi. Dank je. Oké, de sponsen komen opruimen. Zwem, berg met speelgoed, zwem! Ze zitten allemaal achter je aan. Leid ze nu naar buiten. Doe ik! Ah, prachtig. Wie weet wat voor sponsavonturen er wachten op onze scrubbige kleine vrienden. Dat heb je goed gedaan, Botje. Het spijt me dat mijn magische sponsor er een bende van hebben gemaakt. Het is jouw schuld niet, Lucia. Mijn vader waarschuwde al dat magie niet alles oplost. En wat had hij gelijk. Ik moest zelf mijn kamer opruimen. Als ik naar hem had geluisterd en mijn kamer had opgeruimd zonder magie, was ik al klaar geweest en speelden we nu allemaal vinbal. Maar nu is het een puinhoop in het hele paleis. Gaan jullie anders maar wat leuks doen? Ik ben nog wel even aan het opruimen. Mooi niet. Niemand van ons gaat ergens heen. Het is onze schuld, dus we helpen je. Echt waar? Zeker weten. We spelen later wel vinbal. Maar nu ruimen we op. Dan noemen we onszelf de opruimtroep. Hun opruimtroep. Kijk eens aan. Deze slaapkamer ziet er super, super netjes uit. Door de opruimtroep, meneer. Dit is wat we doen. Papa, ik wilde alleen maar zeggen dat je gelijk had. Ik probeerde met magie mijn kamer op te ruimen, maar daar kwamen problemen van. Oh, is dat zo? Ja, een heleboel. Het was mijn taak om hem op te ruimen. Gelukkig wilden mijn vrienden mij daar wel bij helpen. Zonder de magie. En kijk, we zijn bijna klaar. Ik ga gauw weer verder.